Een hele goede dag allemaal. Het is 4:30 en het is weer tijd voor een spiksplinternieuwe masterclass. En vandaag gaan we weer iets super vets doen. Iets wat je misschien al wel een keer eerder hebt gedaan, maar deze keer gaan we nog een keertje hoger, moeilijker, to the next level. We gaan namelijk een kettingreactie maken. Dat gaan we zelf creëren. Ik weet niet of je weet wat een kettingreactie is, maar misschien ken je het wel van bijvoorbeeld domino, hè? De domino D, dan probeerden ze altijd om een zo gek mogelijke kettingreactie te creëren met allemaal domino stenen. Dan probeerden ze om een record te vestigen. Misschien heb je wel een keer zelf gedominoed, maar je hebt ook bijvoorbeeld Nemo. En in Nemo daar zijn ze ook altijd bezig met allerlei creatieve processen van kettingreacties. En een kettingreactie, dat houdt eigenlijk in dat je begint met een actie. Er gebeurt iets en daar reageert iets op. Dus dan heb je de reactie en dan is er weer een nieuwe actie. En dat gaat zo eindeloos door als een gigantische ketting. En je kan die ketting zo lang maken of zo kort of middelmatig als je zelf wil. Je kan natuurlijk klein beginnen en hem uitbreiden. Maar dat is het leuke aan een kettingreactie, dat je ook niet weet of het gaat lukken. Dus denk er goed over na ook, hoe je wil dat het een op het andere reageert. Het hoeft ook niet in één keer te lukken natuurlijk. Het kan af en toe fout gaan. Dan begin je gewoon weer opnieuw. In deze coronatijden zitten we veel thuis, dus hebben we ook alle tijd om gewoon een eigen kettingreactie te creëren. En dat ook af en toe fout gaat. Dat hoort er gewoon bij. We gaan zo direct kijken naar drie verschillende kettingreacties. De een wat moeilijker dan de ander. Nou, daar kan je een beetje inspiratie op doen. Maar uiteindelijk kan je natuurlijk helemaal zelf bepalen hoe jij jouw kettingreactie wil laten verlopen. Kijk het filmpje trouwens eerst eventjes af. Van begin tot eind. Ja, je kan het natuurlijk op pauze zetten of terugspoelen. Maar ik raad je wel echt aan om hem eerst eventjes helemaal te kijken. Want het is ingewikkeld. En nogmaals, het hoeft niet altijd in één keer goed te gaan. En je kan het zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wil. Maar om even een voorbeeld te geven van een kettingreactie. Even kijken, dat moet wel goed gaan natuurlijk. Ik hoop dat die lukt. Dit is een hele makkelijke natuurlijk, maar ook bij makkelijke kan het spannend zijn. Hoppa! Yes! Nou, die van mij is gelukt. En deze ga ik eventjes verder uitbreiden. En ik zou zeggen, ga nu lekker vooral zelf aan de slag met jouw kettingreactie. En ik ben nu al super benieuwd wat er gebeurt. Oh, trouwens, niet nu aan de slag. Ga natuurlijk eerst het filmpje kijken en dan aan de slag. Okay. Tot zo! In deze Doe Het Zelf leg ik je drie trucs uit die je in je eigen kettingreactie kan verwerken. De eerste is super makkelijk, maar wel heel leuk. Moeilijkheidsgraad 1 ster. Wat heb je nodig? Een mobiele telefoon en een schuin oppervlak. Bijvoorbeeld een plank en een stapel boeken. Zet je mobiel op trilfunctie. Leg je telefoon op een schuin vlak. Bijvoorbeeld een plank die aan één kant rust op een stapel boeken. Leen een telefoon van iemand. Bijvoorbeeld de cameraman. En daarmee bel je dan je eigen telefoon die op de plank ligt. Als je nu met deze telefoon de telefoon op de plank belt, dan zakt hij door de trilling langzaam naar beneden. Oké, daar gaan we. En als je nou onderaan de plank een paar dominosteentjes zet, dan tikt jouw telefoon die steentjes aan en dan gaat je kettingreactie gewoon verder. De tweede truc is iets lastiger, maar des te leuker om te laten zien. Het doel is om deze ventilator aan te zetten met deze speelgoedtrein, waardoor dan weer een kettingreactie ontstaat. En dat lijkt lastig, maar ik heb een truc bedacht. Moeilijkheidsgraad 2 sterren. Wat heb je nodig? Een stekkerdoos met aan- en uitknop, een speelgoedtrein, een stukje rails en een ventilator. Sluit de stekkerdoos aan op het stopcontact en zet hem op uit. Sluit de ventilator aan op de stekkerdoos. En zet de ventilator op aan. Zet nu de rails zo neer, zodat de speelgoedtrein dadelijk tegen de aan- en uitknop botst. De trein chased over de rails tegen de aan- en uitknop aan, ventilator gaat aan en zo gaat de kettingreactie weer verder. Daar gaan we! De derde truc is heel handig, want dan kun je namelijk met iets kleins iets groots laten bewegen. Moeilijkheidsgraad 3 sterren. Wat heb je nodig? Een multimap, een halter, dominosteentjes en een stukje touw. Plak twee dominosteentjes aan elkaar vast, bind die dan weer aan een ander dominosteentje met een touwtje van ongeveer 30 centimeter. Leg de multimap op tafel. Zet het dominosteentje tussen de multimap, zodat die recht komt te liggen
en zet de dubbele dominostenen aan de rand van de tafel. Leg de halter heel voorzichtig op de Newton-mat. Omdat hij nu recht is, rolt hij er als het goed is niet vanaf. Bouw nu een rij dominostenen achter de dominostenen die op de rand van de tafel staan. Als je nu deze dominosteen aantikt, dan valt de dubbele dominosteen van tafel. Die trekt deze dominosteen mee, waardoor de mat schuin komt te liggen, de halter gaat rollen en zo gaat je kettingreactie weer verder. Let's go! Bam! Ja, ik ga heel eerlijk zijn, ook voor mij ging dat best wel snel. Dus kijk het filmpje vooral nog even terug, spoel een beetje terug of zet hem eventjes op pauze. Want het is wel belangrijk dat je natuurlijk goed begrijpt. En het kan natuurlijk ook zijn dat je misschien niet alle spullen in huis hebt. Dat maakt helemaal niks uit. Want je bent zelf creatief genoeg om het met andere spullen te doen. Dus ga op expeditie, op ontdekkingsreis door je huis en probeer het gewoon met andere spullen. Het kan niet gek genoeg. Tenminste, het kan wel, gek genoeg. Denk er een beetje over na misschien. Hè? Overleg het met je ouders eventjes dat het ook niet te gevaarlijk wordt of te gek. En dat niet ineens hun Chinese vaas van een miljoen yen uit China geïmporteerd kapot valt. Maar verder kan het niet gek genoeg en kan je gewoon helemaal je creatieve vrijheid loslaten. Wij zijn natuurlijk trouwens ook hartstikke benieuwd naar de kettingreactie. De baan die jij gaat creëren. Dus als hij klaar staat, film het dan even. Was je waarschijnlijk al van plan, maar film het. Stuur het naar ons op, naar hetklokhuis.nl, want dan kunnen wij het zien. En misschien ook delen met de rest van de wereld. En ik ben sowieso super benieuwd. Dus stuur het op nogmaals naar hetklokhuis.nl. En onder de hashtag Nemo Challenge op zowel Instagram als Twitter staan er ook nog allerlei verschillende kettingreacties voor als je inspiratie wil opdoen. Ik ga je echt aanraden. Check dat even, want dat is super leuk om te zien. En als je meer wil weten over kettingreacties, want ze zitten overal hè, in de samenleving. Ook nu zijn er allerlei kettingreacties gaande. Daar was ik me eigenlijk ook helemaal niet van bewust, maar dat is echt zo. Dus als je daar meer over wil weten, blijf dan nog heel eventjes hangen bij deze video. Want hier komt nog een fragmentje van het Klokhuis over kettingreacties. Een kettingreactie. Dat betekent dus dat een kleine actie een serie van gebeurtenissen in werking zet. Reactie, oorzaak en gevolg. En zo'n kleine actie kan dus tot veel grotere gevolgen leiden. Ja, een bekend voorbeeld zijn dus deze dominosteentjes. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Oh, hier voorzichtig. Hey, een kettingreactie is dus een gebeurtenis die steeds weer een andere gebeurtenis triggert. Bijvoorbeeld een dominosteentje dat tegen een ander steentje aanvalt. En die valt daardoor weer om tegen een volgend steentje. En zo gaat het maar door. Maar dit kun je ook een kettingreactie noemen. Let op, auto A gaat vol op de rem. Al die andere auto's die botsen daar vol tegenaan. Oh, behalve deze. Ja, komt er maar. En zo'n botsing gaat dan vaak van kwaad tot erger. En dat noem je dus een kettingbotsing. Ja, zo'n kettingbotsing is een beetje een ongelukkige kettingreactie, maar heel vaak worden kettingreacties juist gebruikt omdat ze nuttig voor ons kunnen zijn. Om bijvoorbeeld krachten over te dragen of energie om te zetten. Zoals hier bij deze fluitketel. Kijk, stroom verwarmt dit plaatje. Nou, het water in de ketel wordt stoom. Stoom heeft heel veel ruimte nodig, dus dat gaat zich een weg naar buiten banen. En dat doet lucht verplaatsen. En daarmee kun je dus dingen aandrijven. Een stoomtrein of een verbrandingsmotor van een auto, dat zijn dus hele nuttige kettingreacties. Maar de leukste kettingreacties zijn toch wel de meest zinloze, nutteloze kettingreacties die eigenlijk meer ongemak dan gemak veroorzaken. En vooral gewoon heel leuk zijn, zoals deze. Zocht Dwayne pain in the ass alweer ruzie. Right, Wilbur. Vechten. Liever niet. Jawel, ik heb zin om de boel weer eens kort en klein te slaan. Het komt eigenlijk niet zo goed uit.
We zijn bezig met een domino-record. Een domino-record? Je zet wekenlang heel veel domino-steentjes achter elkaar. En als je dan de eerste aantikt, dan vallen ze één voor één om. En is het nou meer steentjes waar dan de vorige keer dat iemand dat deed? Dan is het een domino-record. En wat heb je daaraan? Het houdt je bezig. Ja, het is een kettingreactie. Dat is best interessant. Nou, dan tik ik toch lekker met mijn cowboylaars één van die steentjes om. Nee! Als je dat doet, dan gaat Roy boos naar huis. Daardoor trek ik de deur te hard achter me dicht. Daardoor zou bijvoorbeeld zijn paard schrikken. Daardoor trekt mijn paard zich los en slaat hij op de vlucht. Daardoor kunnen we dat beest nooit meer terugvinden. Daardoor moet ik vaker de auto pakken. Daardoor komt er meer kooldioxide in de lucht. Daardoor smelten de pookappen. En daardoor sterft de ijsbeer uit. Dus als ik hier één van die steentjes omtik, dan sterft de ijsbeer uit? Ja, het zou zomaar kunnen. Van het een komt het ander, weet je. Dan gaan we toch even checken of dat gebeurt. Nee! Als je dat doet, dan mag je nooit meer in deze saloon komen. Daardoor raak je al je vrienden kwijt en je vriendin. En daardoor ga je alleen zwerven in de woestijn. En daar word je omver getrapt door mijn omhooggeslagen paard. En niemand is je vriend, dus je sterft eenzaam aan je wanden. Van het een komt het ander. Het leven is eigenlijk één grote kettingreactie. Maar wat kan ik dan nog wel doen? Als je het goede doet, leidt dat vaak tot goede dingen. Van narigheid komt meestal nog meer narigheid. Dus ik moet geen nare dingen meer doen? Ah. Dank jullie wel voor deze wijze les. Jammer. Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Ik ga jullie helpen. Een betere kettingreactie begint bij jezelf. Wekenlang hielp hij mee. Daardoor haalde ze toch het domino-record. Daardoor werd Dwayne Payne in the Ass een held. Daardoor deed hij nooit meer nare dingen. En daardoor werd het Wilde Westen weer een beetje minder wild. Kettingreacties waarbij het doel dus is om iets heel simpels zo ingewikkeld mogelijk uit te voeren, dat noemen we een Rube Goldberg-machine. Rube Goldberg was een Amerikaanse cartoonist die zo'n 90 jaar geleden cartoons maakte waarin kettingreacties een grote rol speelden. Hij vond het een sport om ingewikkelde machines te bedenken voor de meest simpele handelingen. Zoals deze automatische deuropener voor Oberst. There she is, the Rube Goldberg door opener upper. Een kat springt op een muis en daardoor gaat de kaars omhoog. Nou, die steekt de lont aan en de lont steekt de vuurpijl aan, waardoor de deur open gaat en de ober de keuken in kan. Ook tegenwoordig zie je nog heel veel Rube Goldberg-machines. Bijvoorbeeld gemaakt door YouTubers. En de Amerikaanse band OK Go is wereldberoemd geworden met hun creatieve clips waarin super vette kettingreacties te zien zijn. Is hartstikke leuk om naar te kijken, maar het is natuurlijk nog veel leuker om zelf zo'n machine te maken. En daarom ben ik hier bij het kunstenaarsduo De Spullenmannen. En zij gaan mij helpen om zo'n echte Rube Goldberg machine te maken. Zo, nou, dit zijn Harme en Diana en jullie maken dus samen hele ingewikkelde, gekke, bizarre machines eigenlijk. Wat is er nou zo leuk aan het maken van kettingreacties? Ja, dat het totaal overbodig is. Overbodig. Maar je krijgt er wel een hele werkende machine uit. Ja, maar dat had je beter op een makkelijker manier kunnen doen. Maar het is leuker om het op een moeilijke manier te doen. En waar moet dan een goed kettingreactiebouwwerk aan voldoen? Er moet een goede timing in zitten. Het is mooi als je afwisseling hebt tussen dingen die heel snel gaan en dingen die heel langzaam gaan. Het gaat wel echt om de spanning ook. Ja, en zeker iets wat heel langzaam opbouwt, waarvan je ook al aan ziet komen, dat gaat op die manier verder. Ja, dat je echt zo wanneer zit. Nou, dan zit iedereen. Wanneer gaat hij? Ja. En dan gaat hij. Ja. En het allerleukste is dan als hij dan op het moment dat hij gaat iets heel anders doet dan je had verwacht. Oh ja. En dat komt ook weer omdat we allemaal spullen gebruiken die je in het dagelijks leven kent, maar die gebruiken we volstrekt verkeerd. Dus je denkt dat iets, weet ik veel, dat of dat doet, maar het doet iets waar het helemaal niet voor bedoeld is. En daarom word je op het verkeerde been gezet. Dat is totaal uit de context gehaald eigenlijk. Ja. Ja.
gaan mij helpen dus met het bouwen van zo'n mooie machine. Ja. En dat wordt dus een reeks aan kettingreacties, waardoor we net als bij de Rube Goldberg machines een dagelijkse handeling zo ingewikkeld mogelijk uit gaan voeren. Heb je zin in koffie? Lekker. Nou, gaan we die maken? Aan de slag. Kettingreacties komen voort uit de natuurkunde. Want het zijn natuurkundige krachten die reacties veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld zwaartekracht. En hierboven heeft Diana iets bedacht waardoor dit pinnetje eruit gaat en dan dit ringetje langzaam naar beneden valt. En dat komt dus door de zwaartekracht. En datzelfde gebeurt ook hier bij deze bel. Nou, jullie hebben een constructie bedacht waardoor die bel rechtop blijft staan, hè? Ja. En dan gebeurt er iets in die kettingreactie waardoor die bel naar beneden valt. En dat komt dus ook door de zwaartekracht. Maar jullie hebben ook nog veerkracht in het systeem zitten, toch? Ja, dat klopt. Deze muizenval die heeft hier zo een veer. En als je die opspant en dan sla je die energie op en dan... Oeh, hij heeft het overleefd. Hij heeft het overleefd, gelukkig. Nou, ze maken ook nog gebruik van een andere natuurkracht, namelijk luchtdruk. Want lucht wil namelijk altijd naar een plek gaan waar minder lucht is. Dus als je bijvoorbeeld een opgeblazen ballon hebt, dan is de luchtdruk in die ballon heel hoog. En als je dan de ballon loslaat, dan wil die lucht natuurlijk naar een plek waar de luchtdruk minder hoog is. Dus buiten de ballon, toch? Ja. En daar maken jullie ook gebruik van. Ja, ik dacht als we nou zo'n roltongtoeter kunnen laten opblazen door die ballon, ja? Dan kan die misschien weer iets anders aantikken. Als onderdeel van de kettingreactie. Nou, niks meer aan doen. Oké. Het moment is nu echt aangebroken. Ik ga dadelijk deze kettingreactie in gang zetten. En het doel van deze enorme machine is dus het perfecte kopje koffie, toch? Ja. Oké, daar gaan we. Ja, waarschijnlijk heb je nu super veel zin gekregen om je eigen kettingreactie te bouwen. Ga dat doen, maar het kan ook zijn dat je denkt, ja, ik heb er heel veel zin in, alleen ik weet niet precies waar ik moet beginnen. Nou, dat is niet erg, want ja, laat ik het zo zeggen, mijn opa die zei altijd, 1 cent is ook het begin van een miljoen. Daarmee wil ik aangeven, begin klein, dat is mijn tip. 1 domino steen is ook het begin van de grootste kettingreactie aller tijden. En om nog even een voorbeeld te geven, de butterfly effect. Ik weet niet of je daarover hebt gehoord ooit. Misschien niet, maar het vlinder effect heet dat. En dat is meer een metafoor. Ik weet niet of je weet wat een metafoor inhoudt, maar zoek dat eventjes op het internet misschien. Het vlinder effect houdt in dat het wapperen van de vleugels van een vlinder aan de andere kant van de wereld een orkaan kan veroorzaken. En zo werkt het ook met jouw kettingreactie, ja? Jouw kettingreactie kan heel klein beginnen en steeds groter worden en uiteindelijk de grootste, allergrootste, geweldigste, meest fenomenale, legendarische kettingreactie ooit worden aller tijden. En we zijn trouwens ook natuurlijk nog steeds hartstikke benieuwd naar hoe die dan wordt, die baan, die kettingreactie. Dus maak er een filmpje van, heb ik al gezegd, maar ik herhaal het toch nog even. En stuur hem op naar hetklokhuis.nl. Morgen zijn we er gewoon weer met een spiksplinter nieuwe masterclass. Ook weer gewoon om 3:30. En dan duiken we weer de game studio in. Dan gaan we namelijk een verhaalscène maken. Dus ik hoop om jullie allemaal dan te zien. Tot morgen en bedankt voor het kijken. En succes met de kettingreactie. Hè? You got this.